Zo. Die heb ik nou altijd in mijn auto willen hebben. Ja, wie zal dat zijn? Ja. Het is een echte DVS'er volgens mij. Hij komt uit Apeldoorn, geloof ik. Denk ik. Ik weet niet waar hij precies nu meer woont. Maar uit die komt rijden. Maar altijd wel deze richting op. En ja, toch wel een heel belangrijk speler. Is het een speler of is het een keeper? Wat zal het zijn? Peter Wesseling. Even kijken, het is hier nogal druk op de parkeerplaats. Heel veel ouders die hun kinderen allemaal met de auto naar training brengen. Ja, dat zou beter misschien wel per fiets of wandelend kunnen gebeuren. En wie staat daar dan? Kijk eens. Die heb ik dus altijd in mijn auto willen hebben. Heb je het gedaan? Hoe is het, man? Hey, goed. Ja? Goed, jongen. Goed. Goed. Met jou? Goed. Ja? Goddeltje om. Goddeltje om. Kunnen we gaan? Heel goed. Lekker, altijd water bij de hand. Heel ja, goed. Joh. Droge mond, hè? Spraakwater, hè? Ja, want ik weet bij jou in de auto moet veel kletsen. Dus ja, je bent een spraakwater van, dat weet ik. Daan, hoe is het? Goed. De topconditie, volgens mij, of niet? Ik mag zeker niet klagen. Nee, hè? Gaat hartstikke goed. Dat is wel eens anders geweest bij je. Ja, een aantal jaar geleden. Een behoorlijke dip gehad. Ja, een aantal jaar geleden was inderdaad een ander verhaal. Ja. Maar nee, sinds die tijd met die enkel gaat het hartstikke goed. En, na dat jaartje dat ik weg ben geweest bij Spakenburg heb ik wel mijn elleboog uit de kom gehad. Ja. Maar goed, daar ben ik ook goed van hersteld. Dus wat dat betreft mag ik echt niet klagen. Nee. Ja, maar keeper zijn is natuurlijk ook wel een blessuregevoelig gebeuren, of niet? Heb ik het mis? Nee, dat kan zeker. Want je moet af en toe wel als een kamikaze piloot je doel uitkomen. En dan is het risico inderdaad wat groter dat je wat blessures gaat krijgen, ja. Nou, inderdaad. Ja. En dat liet je de laatste tijd behoorlijk zien, kamikaze. Wat een reactie zaten daarbij, Daan. Ja, dat is afgelopen nu 2 wedstrijden onderweg dan. En Ajax uit, de laatste paar minuten nog een balletje tegen kunnen houden, inderdaad. Oh, ja. En afgelopen zaterdag maken we zelf gewoon de 25 kansen niet af. En dan kan die maar net in de laatste minuut nog met een 1-op-1 kan die binnenvallen. En daar lag ik gelukkig goed tussen, ja. Ja. Zoals daar tegen Ajax, vind je dat het leuke aan keeper zijn? Dat je punten kan pakken voor je ploeg? Ja, punten pakken voor je ploeg is natuurlijk altijd lekker. En dat maakt volgens mij niet uit of je nou een spits bent die een bal in de laatste minuut binnen schiet. Of dat je de keeper bent die dan een bal tegenhoudt waardoor je wint. Maar nee, dat maakt het zeker wel een van de onderdelen het leukste aan het keeper zijn inderdaad. Ja. Hey, ben jij altijd keeper geweest of volgens mij heb je eerst gevoetbald, want je verbod zo makkelijk. eigenlijk altijd keeper geweest. Begon in de F'jes bij Eerbeekse Boys, waar ik geboren ben. Eerbeekse Boys. Oh, wat leuk. Ja. En, goeie vriend wonen daar, Bert van der Zaag. Bert van der Zaag, oké. Okay. Ga verder. Ja, gevoetbald in de F'jes en toen gingen buurjongetjes, op die leeftijd ben je wel vatbaar voor van alles, die gingen judoën, ben ik ook gaan judoën. Dat heb ik een aantal jaar gedaan en toen ben ik in de E'tjes of D'tjes ben ik weer gaan voetballen en vanaf dat moment ben ik in de goal terechtgekomen. Ja. Ja. Ja, maar wel heel veel buiten gevoetbald toen. In die tijd, toen deed iedereen dat nog. Was er nog geen PlayStation, was er nog geen... Heerlijk, de telefoon waren nog niet. Maanmachtig, dat heb ik ook jaren gedaan, inderdaad. Ja. Ja, dat is veel voetballen en dat is inderdaad ook wel... Ik vind ook, jij stelt net de vraag over punten pakken, is dat een van de mooiste onderdelen van het keeper, maar ik vind... het voetballen, het meevoetballen vind ik ook echt wel een heel leuk onderdeel van het keeper zijn inderdaad. Ja, jij staat ook bekend om je zeer precieze uittrappen ook, hè? Ja. Daar weet Heiri alles van. Ja, zeker. Ja. Nee, ik mag Heiri niet zo. Ja. die wedstrijd ging een paar uittrappen totaal de mist in, hè? Ja, gek is dat. Nee, de eerste helft schoot ik inderdaad ook 2 balletjes, maar dat was met links schoot ik even over de zijlijn. En ik had in de eerste helft een bal op Benna gegeven.
En die viel over de verdediging heen. Dus in de rust hadden we het erover. Van Benna, weet je, als je het moment ziet en ik heb de bal, ga gewoon. En dan kijk ik of ik die bal weer kan geven. Ja. Ja, en deze ging volgens mij wel richting Benna. Maar ja, Harry's hoofd die zat er even tussen. Ja, die zat er behoorlijk tussen. Ja, ik schrok er wel van hoor. Want ja, die val, ja. Ik bedoel, we hebben hem allemaal daarna nog een keer teruggekeken. Maar dat, ja, daar schrik je wel eventjes van. Ja. Ja. Ja, die is behoorlijk viral gegaan, mag ik wel zeggen. Ja, ik hoorde het net in 4-3-3, ja. Niet normaal. Dik in de 40.000 keer bekeken. Ja, nou ja, het is niet de leukste om viral te gaan. Nee. Maar, ja, nee, gelukkig gaat het goed met Harry en heeft hij hier een klein beetje hoofdpijn overgehouden, maar nee, was niet de beste uit. Hij ging zo grappig neer. Ja. Zo van echt. Ja, het was echt alsof hij vanaf het dak door een scherpschutter of zo werd neergeschoten, inderdaad. Ja. Ja. Nou, inderdaad, inderdaad. Hé, hey, en wat jou ook moet lijken, vind ik, dat is toch dat je vanuit dat doel, je hebt natuurlijk totaal overzicht over het veld. Ja. En je laat je nogal heel duidelijk horen. Eigenlijk bijna wel elke minuut, elke seconde. Ja. Dan is het potverdorie net alsof ik mijn oude vriend Remco van Lopik, de beste zaalvoetballer die ik ooit gezien heb. En de beste zaalvoetbalkeeper, sorry. Die heb jij ook als trainer gehad, hè, ja. Remco? Ja. Ja, Remco heb ik een jaar mee mogen werken bij Spakenburg. Ja, en dat is, we hebben het eerder over gehad, dus gewoon echt. Buiten dat gewoon echt een hele goede keeperstrainer is. Ja. Met hele goede stof en een heel duidelijk eigen visie over wat keeper moet zijn, zeg maar. Dat heeft hij. Ja. Maar hij is gewoon echt een hele aardige, rustige, relaxe kerel. Maar goed, dat hoef ik jou niet te vertellen. Maar in het doel, dan kon hij ook verbaal heel duidelijk aanwezig zijn. En dan zie ik jou en dan zie ik eigenlijk hetzelfde. Ja, ja, maar ik denk dat ook. Wij als DVS zijn, zoals afgelopen zaterdag en tegen Ajax, en dat is natuurlijk ook het spel wat we willen spelen, zijn we heel veel aan de bal. Waardoor je als keeper relatief weinig te doen krijgt ten opzichte van zo'n keeper Staphorst afgelopen weekend. Ja. En om mezelf dan niet soort van in slaap te sussen, helpt het ook dat ik bezig blijf. En ja, ik denk dat mijn verdedigers en de middenvelders die voor de verdediging spelen, daar ook wel baat bij hebben. Dat ze iemand hebben die ze af en toe eventjes een stapje naar links of een stapje naar rechts neerzet, zeg maar. Ja, ja, dus nee, het houdt mij ook scherp, zeg maar. Ja, ja. Ja. Hey, je hebt nog even, keeper, Eerbeekse Boys, en toen? Eerbeekse Boys tot 11 jaar, van 11 tot 15 in de jeugdopleiding bij Vitesse. Van mijn 15e tot mijn 20e ben ik naar FC Utrecht gegaan. Daar heb ik van de B-jeugd tot aan het eerste heb ik daar gezeten. En volgens mij was ik mijn 20 tot 26 heb ik bij AGVV Apeldoorn gespeeld toen ze nog betaald voetbal waren. Ja, en toen zag ik ook wel eens wat verslagen. Hans van Arem, die is ook nog trainer geweest, gewoon in die tijd. Hè? Ja, ja, klopt. Ja. En dus las ik nog wel wat verslagen ook van jou als keeper. Nou, en daarna eigenlijk DVS wat de klok sloeg, of niet? Ja, nee, zeker. En gelukkig maar. Via wie? Henk Brentjes. Henk Brentjes, de eerste die contact heeft gelegd destijds. En afgesproken bij de heerlijkheid van Ermelo. En ik geloof binnen een half uur was bekronken. Ja. Die heeft ook echt verstand van keeper, hè? Ja, 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 vroeger ook keeper geweest, toch? Ja. Ja. En, maar nee, het klikte gelijk. En het verhaal was leuk voor mij. Ik had in die tijd bij AGOVV een beetje mijn plezier in het voetballen verloren. Ik speelde ook echt heel weinig. En ik had nog een jaar contract. Maar toen dacht ik, ja, om nou nog een jaar profvoetbal tussen aanhalingstekens te spelen. Zonder perspectief, zonder wat dan ook. Dacht ik, ja, daar heb ik ook eigenlijk niet zoveel zin in. Vrienden van mij die waren bezig met een beetje promotie. En die waren zich aan het ontwikkelen op verschillende vlakken. Ja. En ik had maar het idee, ja, ik sta en ik zit maar een beetje stil, daar word ik ook niet vrolijk van. Ja. En dus Henk en Geerling destijds, die kwamen op het juiste moment. En vanaf dat moment heb ik eigenlijk gewoon 5 jaar lang op een goed niveau voetbal gespeeld. Plezier gemaakt, nieuwe mensen ontmoet, andere carrière. Periode van 5 jaar, hè, was dat? Ja, dat was de eerste periode was 5 jaar. Eindigen natuurlijk met dat schitterende kampioenschap, hè? Nee, dat was het. Moet ik even goed zeggen. Dat was het derde jaar van het kampioenschap. Oh, derde jaar. Ja, want toen gingen we naar de topklasse.
Ja. En in die voorbereiding raakte ik geblesseerd, was ik een jaar kwijt. En dat laatste jaar, toen begon Paul, heb ik met keeper. En dan ben ik in oktober of november heb ik toen weer de plek overgenomen. Ja. God, met die legendarische foto van je zoon. Ja. Hoe is het daarmee? Ja, gaat heel goed. Voetbalt zelf ook. Ja? Bij AGOVV voetbalt hij nu. Ja? Sinds 2 weken is hij weer begonnen. Leuk man. Ja, dat is wel echt, echt super leuk om te zien. Te gek, ja. Ja, absoluut. Gezinnetje? Ja, ja, mijn vrouw en Luke. Nog lekker met z'n drieën. Ja. Lekker in Apeldoorn. En het was heerlijk. We wonen dicht bij de stad en ook lekker bij het bos en bij het voetbal in de buurt. Dus, laatste jaren druk aan het verbouwen geweest? Sinds net voor de corona. Dus in maart 2020 konden we over, zeg maar. Maar we zijn een klein jaartje bezig geweest om de boel te verbouwen. Ja. Met ook nog een bekende oude spits. Zeker. Christian van der Kamp, totaal afbouw van Christian. Dat is niet te geloven. Ja, dat was fantastisch, joh. Ja. Ja. Het is lachen met Christian, of niet? Ja, dat is lachen hier willen met die vent. Heb je hem ook wel eens horen gitaar spelen al, of ik, niet? Ik ben op zijn verjaardag geweest en daar had hij een klein optreden geregeld met zijn bandje waar hij mee speelde. Ja? Ja, ik heb dan nog wel leuke filmpjes en dingetjes van hem. Doet hij hartstikke leuk. Beetje zingen ook nog erbij. Wat leuk. Ja, hij kent de Speelman en Speelman ook natuurlijk, ik zelf ook mee gespeeld heb. Ja. Weet je wel? Dus toen ik dat hoorde, joh, ik was helemaal verbaasd. Ja, je zoekt het echt niet achter Chris. Nee, niet. Maar hij was aardig aan de weg aan timmeren, geloof ik ook, met optredens in Putten en Ermelo. Wat leuk. Dat had ik niet achter hem gezocht. Nee. Maar een heerlijke spits was dat ook, hè? Ja, die kon je wel om een boodschap sturen. Hard werken. Het was niet de meest gepolijste spits die we ooit bij DVS gezien hebben, geloof ik. Maar volgens mij legde hij er elk jaar wel 15 in. Ja, ja. En scoorde hij ook belangrijke doelpunten. En was ook gewoon een goede gozer voor in de kleedkamer. Ja. Houdt van een dolletje en van een biertje. Dus dat was altijd wel, gezellig. Ja. Hey, jij hebt natuurlijk altijd wel heel veel mensen zien komen en zien gaan. Hè? Ja. Wat uiteindelijk misschien wel vrienden van je geworden zijn. En waar je ongelooflijk mee gelachen hebt. Maar met wie kon je het meest lachen? Die helaas nu niet meer... De grootste en die ik echt nog wel vrij regelmatig spreek, dat is natuurlijk Basil Camara. Ja. Die reden ook vaak samen vanuit Apeldoorn naar Ermelo. Ja. Maar dat was eigenlijk de afgelopen jaren de grootste gangmaker die ik heb meegemaakt in de kleedkamer, in de bus, in de kantine, in waar dan ook. Ja. Het maakt niet uit waar die is. Ja. En altijd heel natuurlijk, niet gemaakt. Niet, dat was wel de grootste. Maar voor de rest van de rol, het is nu weg. Ja, die spreek ik nu dan ook nog wel vrij regelmatig. Dat heb ik natuurlijk ook. Die ken ik ook al een kleine 8-9 jaar nu. Dus dat is wel. Dat zijn wel leuke dingen dat je eraan overhoudt. Absoluut. Ja. Gaat het een beetje leuk daar bij Batavia met Roald? Ja. Volgens mij moest hij wel een beetje wennen. Ja. En het is natuurlijk ook wel weer een klein ritje naar Lelystad. Maar volgens mij zijn eerste indruk was goed. Dus Ja. Mooi. Mooi. Goed. Hey, dit seizoen, Daan, gaat het gebeuren of niet? Ja. Zie je een ontwikkeling? Ja. Ja, nee, zeker. Dat wel. We zijn nu met Peter Wesselink een goed jaar echt aan de gang, zeg maar. Ja. En ik denk dat je ook wel ziet in de afgelopen wedstrijden, in de voorbereiding ook, dat er echt wel duidelijke kenmerken zijn van zijn speelstijl, zeg maar. Ja. Er moet er veel aan de bal zijn. Dat is niks nieuws ten opzichte van de afgelopen jaren bij DVS. Ja. Maar we willen veel mensen rond de bal hebben, we willen gelijk druk op de bal hebben. Veel die tweede bal, hè? Heel veel tweede bal. Loopacties in de diepte moeten heel veel gemaakt worden, loopacties buitenom moeten er veel gemaakt worden. Ja. Vraagt heel veel van onze links- en rechtsback ook, die echt wel heel veel moeten pendelen. Is dat misschien niet de reden, omdat er heel veel beweging is voordat je bij dat doel bent, dat die kansen gemist worden. Dus dat je op het moment dat het dan moet gebeuren, dat je dan niet scherp genoeg bent. Dat ze helemaal kapot zijn. Ja, nee, dat zou inderdaad best wel kunnen. Zoals je afgelopen zaterdag ook ziet, Benna ligt er ook zoveel energie in. Die staat in de 85e minuut geloof ik een slijding of een bal onderscheppen op onze helft. Ja.
Ja, weet je, dat zat gewoon eventjes niet mee. Alleen als je ziet hoe we gespeeld hebben en dat we gewoon in nu twee wedstrijden in de competitie gewoon ja, zo dominant zijn geweest ten opzichte van de tegenstander. Ja. En natuurlijk gaat er nog heel veel dingen fout. Hè. Er zijn echt nog wel wat nuances aan te brengen. Alleen ik denk dat voor iedereen wel helder is ja, hoe er gespeeld moet worden. En dat geeft natuurlijk wel een beetje ja, hou vast of zo op een of andere manier. Ja. En herkenbaarheid en blijven herhalen is niet altijd even leuk. Ook op trainen niet. Want er zijn af en toe wel eens trainingen dat denk ik, ja, poeh, nou ben ik dat stop en dingen ben ik wel eventjes zat. Ja. Maar ja, het hoort erbij. En ja, uiteindelijk denk ik dat je het verzilveren van kansen, dat komt wel, denk ik. Ja. Hoop ik. Ja, ja. Ja dat denk je zelf ook al. Ja, want er is genoeg kwaliteit binnen. Ja, 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 zeker wel. Ja, ja, zeker. Straks komt die snelle uit Lelystad er ook nog bij. Ken het. Hè? Ken ja. Het? Ja. Ken het wel of ken het niet? Ja. Nou, ken het, kom op! Ik hoorde al dat hij het wel kent, want aardig blokje beton volgens mij wat er staat. Ja. Sommige jongens hadden al een beetje spierpijn die tegen de mond waren gelopen. Ja, ja. Dat geloof ik. Ja. Dat geloof ik zeker. Ja. Mooi hè, dat buitengebied van Ermelo zo. Ja, het is net Apeldoorn, Piet. Ja, ja, ja. Ja. Hartstikke mooi. Apeldoorn. Ja, 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 jij woont in Apeldoorn. Hè? Ja. Een goede vriend van mij die woont ook in Apeldoorn. Die komt ook werkelijk altijd kijken. Okay. Die komt van Robert Ed Velocitas. Ja, legendarische vereniging natuurlijk. Hè. Volgens mij een van de oudste. Ja, de oudste amateurclubs van Nederland. Ja, ja. Ja, het is echt meer dan geweldig. Maar die keeperstrainingen, oh, daar kijk ik wel eens naar. Weet je, word je daar niet eens een keer helemaal hartstikke zat van? Nee. Altijd maar weer naar die grond en altijd maar weer. Hè. Nee, ik vind dat is. Moet ook alles wel op zijn tijd. Ik ben niet meer de jongste natuurlijk. Ja. Maar nee, ik vind af en toe echt wel, of ik vind vaak wel lekker om zo'n maandag hebben we meestal gewoon een uur alleen met Wouter en met één of twee andere keepers. Ja, dan vind ik het heerlijk om gewoon drie kwartier gewoon lekker gas te geven. Ja. Ja, nee, ik kan daar alleen maar van genieten. En Wouter brengt ook genoeg variatie met een idee. Ja. Neemt hij mee, zeg maar. Ik bedoel, je kan variëren wat je wil, maar als er geen idee achter zit, dan slaat het natuurlijk ook nergens op. Ja. Nee, dus wat dat betreft vind ik het heerlijk om met op zo'n maandag een uurtje lekker aan de gang te gaan. En opeens moet ik ook weer denken aan die zin van jou dat je ook een paar jaar gejudo'd hebt. Ja. En dat is natuurlijk wel een pre voor het keeper zijn, of niet? Ik denk, ja. Valtechniek. Ik weet niet of het. Ik weet niet of het daar überhaupt wat mee te maken heeft gehad bij mijn ontwikkeling, zeg maar. Maar ik denk inderdaad dat het wel goed is om een beetje je val breken en op je voorvoet te staan. Want dat is bij judo, ja. Voor zover ik me dat nog een beetje kan herinneren natuurlijk, was dat wel belangrijk. Ja, ja, ja. Ik sprak een keer Arie Schans, dat was mijn dienstmaatje in Hoogalo op de sportschool, weet je wel. Daar moesten we voor dienstplicht. En hij had het CIO's gedaan. Uiteindelijk werd hij gewoon een bekende trainer van onder andere Wageningen en GVVV. Okay. Arie Schans. Okay. Die kwam gewoon met een oefenstof van allemaal vallen, leren vallen. Judo. Allemaal met judo te maken. Maar dan voor het hele elftal, het hele team. Ja. Gewoon. Dat was niet verkeerd, hè? Ja, nee, dat is echt helemaal nooit verkeerd. Nee. Want ja, dat gebeurt natuurlijk nog wel eens. Hè? En zie je steeds vaker ook volgens mij ook bij profclubs nu. Dat ze niet alleen maar voetbaltrainingen aanbieden, maar ook kickboksen en yoga en weet ik dan maar wat. Ja. Ik denk dat dat best wel. Gewoon algemene lichaamsvaardigheden. Ja, vaardigheden. Ja. Onderhoud van je lichaam is ook heel belangrijk. Donders belangrijk. Ja. Zoals, ja, dat leer je ook pas naarmate hij wat ouder wordt, volgens mij. Ik zag ook even in een flits zo'n training van Slot, van Feyenoord, weet je wel. Ja. Waarbij ze de handen zo en dan over hordes heen springen, weet je wel. Wat ook natuurlijk allemaal met balans te maken heeft en zo. Hè? Ja, coördinatie inderdaad. Coördinatie, ja. Heel belangrijk, hè? Zeker. Ja. Nou, gaan de spoorwegen ook nog een beetje meewerken. Ja. Dus vanavond ga je weer trainen, dinsdag, donderdag, drie keer drie avonden per week. Goed, ja. Dat is toch wel pittig. Weet je niet? Maar dat ben je niet zat? Nee, zeker niet. Ik haal er ook wel energie uit. Ja? Ik zit eigenlijk nu door corona thuis, maar normaal gesproken zat ik gewoon vier dagen in de week, 9 uur per dag op kantoor. Ja. Met af en toe een wandelingetje. Ja. En dan is voetbal is wel een beetje mijn uitlaatklep. En, ik vind het ook geweldig, joh, met die jonge gasten allemaal. En houdt mij zelf ook jong.
En het houdt me fit. Dus nee, wat dat betreft. Bevalt op zich het thuiswerken wel? Nu wel. Ik heb er in het begin wel echt wel flink wat moeite mee gehad. Omdat je hele. En met mij nog zoveel valt je hele leven ergens gewoon weg. Ja. Geen werken meer naar kantoor, geen voetbal meer. Dus het was eigenlijk alleen maar thuis zitten. Maar nee, ik heb er nu wel mijn draai in gevonden. En dus net, dat gaat allemaal hartstikke goed. Ja. Mooi. Zeker. Mooi. Hey, het team wat er nu staat, volgens mij begint dat echt een beetje een team te worden ook echt. Ja. Nou, we hebben natuurlijk in die coronaperiode ook al flink met elkaar doorgetraind. Ook al waren dat in tweetallen, viertallen. Ja. Wat ik zeg, er zit zoveel kwaliteit, voetbalkwaliteit in ons elftal. Ja. En als we die lijn gewoon een beetje door kunnen zetten, ja, dan denk ik echt wel dat we gewoon makkelijk wedstrijden kunnen gaan winnen. Ja. En met name dat voetballende gedeelte, dat vind ik zelf ook gewoon vind ik gewoon mooi om te zien. Ja, afgelopen zaterdag ook. Weet je wint niet en dat is allemaal vervelend. Maar ik heb echt wel genoten vanaf in mijn eentje daar in het 16 meter gebied. Ja. Zag je dat doelpuntje aankomen van Staphorst? Nee. Wat een vreselijk lullig ding was dat. Hij schoot hem op dat moment voor mij veel te onverwachts, waardoor ik net niet snel genoeg naar de grond kon komen. Ja. Dat is jammer. Maar aan de andere kant, we hebben daarna volgens mij 25 opgelegde kansen gehad om die 2-1, 3-1 te maken. Dat dacht ik wel, ja. Ja, dus. Maar dat komt wel. We moeten gewoon door blijven gaan. En dan denk ik dat het nog wel echt een leuk seizoen is. Zeker en vast, ja, zeker. Ik hoop dat hij van de week erop komt. En dan moeten we toch nog maar even over Harkema hebben. Harkema's boys, ja. Harkema's boys. Geen makkelijk zeker niet. Nee. Instellen op die kopballen van Bijmers en zo, weet je wel. Dat soort krachtmensen. Fysiek, inderdaad. Ja. Fysiek. Eronder uit voetballen, hè? Ja, dat is de enige remedie, zeggen ze wel eens dan, ja. Ja. En gewoon lef tonen, lekker voetballen. Eén keer lukte het ook zo fantastisch. Toen hadden we de Maurice de Ruiter show toen. 5-0 geloof ik of zo, 5-1. Ja, we hebben natuurlijk ook Harkema's boys hier gehad. Toen we die wedstrijd waren, eigenlijk kampioen zouden kunnen worden. Ja. Dat was natuurlijk ook wel was een mooie wedstrijd volgens mij om te zien. Maar de uitkomst was niet helemaal optimaal. Ja. Maar we kunnen onze boys nat maken. Ik denk uiteindelijk dat ze best wel rekening gaan houden met ons. Want ze weten natuurlijk ook dat wij goed kunnen voetballen. Ja. En dan moeten wij ons, wat je zelf al zegt, Piet, je kan zo trainen worden, ja. Onderuit voetballen. Ja, ja, precies. Ja. Heb ik altijd wel willen worden, hoor. Maar ik vond basketbal training geven en volleybal training geven, dat vond ik ook allemaal hartstikke leuk. Ja. En ik ben wel jeugdtrainer geweest en zo, weet je wel. Maar want wij konden door de sportacademie konden we eigenlijk gelijk met wat nu vergelijkbaar is met wat de papieren die Peter Wesseling heeft, weet je wel. Ja. Konden wij gelijk erop instromen. Ja, maar toen kreeg ik een hernia te pakken. En het was even wat minder toen. Ja. En een hernia betekende toen wel veel. In negatieve zin. Ja, ja. Dat niet goed. We zijn er alweer bijna. Ja joh, het gaat snel, hè? Heb ik het toch nog even over mezelf gehad. Dat was ik helemaal niet van plan. Ja, dat is altijd hartstikke goed. Ik vond het leuk. Ik ook, Piet. Ja. Zeker. Prima. Dankjewel. Hey, ik wens je heel veel succes. Jij ook. Hoe oud ben je nou eigenlijk? 35. Even op de valreep. Ja. 35. Met heel veel keeperservaring. Keeperservaring. En dat is wel heel belangrijk. En heel veel zin ook. Ja joh, hartstikke goed. Succes. Dankjewel Piet. Gaan met die bananen. Gaan we doen. Hey. Groetjes hè. Doei hè. Hoi, hoi. Bedankt. Zo, dat was Daan. Ja. Die heb ik altijd wel in mijn auto willen hebben. Zoals ik het in het begin zei. Altijd zo'n woordje klaar. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Hij gaat weer lekker aan het trainen. En de volgende, wie weet, over binnen 2 weken al wel.